We bellen naar een IMO-kantoor en Kaat uit Love Island koopt een eiland en gebruikt 5 woorden. Oh, je hebt misschien wat iets te zeggen. Hallo? Goedemorgen, met Frederik van Partners en Vastgoed. Goedemorgen, Cedric. Je spreekt met Marie de Bruin. Ik had eens een speciaal vraagje voor jullie. Ja, zeg je maar. Verkopen jullie toevallig eilanden? Goh, eilanden. Ja, zoiets als Gran Canaria, waar dat Victor Verhulst momenteel zit. Oké. Wel even nadenken. Dank je wel. Ik heb al vijvers verkocht, marktwagens, maar eilanden, dat is toch wel iets anders. Ja. Wacht hoor. Zijn er misschien ook plaatjes met vijvers waar ik ook garnalen in kan vinden? Garnalen? Ja, meneer, die zitten enkel in de Noordzee, denk ik. Die zitten enkel in de Noordzee, dat was deze morgen nog op de radio. Excuseer, ik heb niet zoveel naar de radio geluisterd vandaag. Geen probleem. Waarmee ik u misschien wel kan helpen. Ik krijg af en toe een mail van een vriend die een vastgoedkantoor heeft in L.A. Ja? Ik zal even kijken naar mijn mailbox. Dankjewel. En is er momenteel ook een heatwave in L.A.? Want ik heb graag dat het warm weer is daar. Ja, dat is nog geen probleem. Het is in Amerika. Top. Ja. Wacht hoor. Ja, ik vind hem terug. Nog een vraag. Ja? Heeft u misschien ook een eiland waar ik vleesvakkels kan vinden? Is het een grap of... Nee, meneer. Vleesvakkel is het woord van het jaar, kent u dat? Nee. Dat is dus het Brabantse woord voor nietjesmachine. Ja, ik ben van Utrecht, ik ben vanuit de Westhoek. U hoort dat waarschijnlijk. Ja, ik hoor het een beetje. Toch goedemorgen, meneer. Je spreekt hier met Kim en Michael van Radio Energy. Je bent live op de radio en het is wel degelijk een mopje. Ah, nee. Sorry, meneer.